Gatenbrug te Dordrecht werd in april opengesteld, maar bezweek reeds op 4 mei van het volgende jaar. Bij het neerlaten van een val zwiepte de balans door en bewoog op en neer, waardoor in de priemen grote krachten optraden. Daardoor brak een van de smeedijzeren boventrekstangen bij de spanmoer, waarna de gietijzeren balans priemen eveneens begaf. Het achtereinde ervan sloeg tegen de Hameipoort, waardoor deze instort. Shit! Brug naar de kloten! Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. U mankeert iets aan uw ogen. Wat heb je er eigenlijk aan die dingen, als ze alleen nog maar het rare zien en niet meer het gewone? Of beter gezegd, dat ze het rare van het gewone niet inzien. Dat je over een brug loopt, dat vinden je ogen maar heel gewoon, maar in feite is het toch net zoiets als dat je over het water loopt. Of nog beter, want het is geen wonder, het is gewoon een kwestie van technisch vernuft. Zo'n brug, eerst al dat je er niet gewoon doorheen zakt als je er overheen gaat. Bouw maar eens zo'n brug. En dan gaat hij opeens open. De aarde splijt. Als de aarde in een of ander ver land splijt, dan staan de kranten, die staan er vol van. De televisie zwijgt niet. Bekende Nederlanders komen je het geld uit de zak slijmen. En hier splijt de aarde 3, 4, 10, 25 keer per dag. En er is geen haan die er naar kraait. Terwijl er in zo'n brug nog meer vernuft is gestoken als in de verbetering van de muizenval. Wij hebben ook eigenlijk de gedachte gehad bij het schrijven van deze driedelige serie. In Nederland was dit nog niet, de bruggenbouw, zijn geschiedenis integraal beschreven. In het buitenland wel, Engeland, Frankrijk, Duitsland, hele mooie werken. Daar moeten wij ook eens iets aan doen. En het tweede was mede van die onbekendheid van de ingenieur. We hebben iets willen doen aan het meer imago geven aan het ingenieursberoep. Als je beroemd wil worden, moet je geen bruggen gaan bouwen. Verf liever een schilderij of zing een liedje. En toch is bruggen bouwen even creatief. Hier heeft iemand geen hefbrug gebouwd, maar een zakbrug. Met dit prachtexemplaar zweef je als een vorst naar de overkant en terug, zo vaak je maar wil. Dat heet een pont. Een pont transbordeur. Alle Nederlanders weten wat een pont is. Alleen die stomme Fransen die weten het niet. Die zeggen pont tegen een brug. Sur le pont d'Avignon. Maar zo maf zijn die Fransen ook weer niet. Want de brug is uit een pont voortgekomen. De laatste schakel wordt gemonteerd. De Moerdijkbrug gereed en wederom is een overwinning bevochten op de woelige water. De oude trouwe pont maakt zijn laatste reis en alsof de natuur het wist, een sluier van nevel verbergt haar groot verdriet. Toen er nog geen bruggen waren, toen moest je steeds maar met een pontje moest je heen en weer. En als je zo'n pont nou zo lang maakt dat hij van de ene naar de andere oever gaat, dan heb je een brug. Dat heet evolutie. En nou is het vervelende van de evolutietheorie dat er van die ontbrekende schakels steeds inderdaad ontbreken. He, dus tussen een arm en een vleugel, daar is nooit een tussenvorm van gevonden, want dat moet je met zo'n lampvlerkje. En tussen niks en een oog, ja, wat heb je aan een half oog, daar zie je ook niks mee. Maar de mazzel bij die bruggen en die ponten is dat zo'n tussenstadium, dat bestaat echt. En dat heeft altijd hier gelegen. Hier, vlak bij Meerkerk, aan het Merwedekanaal, lag de laatste
tussenschakel tussen een pont en een brug. Zo'n schipbrug was gewoon een stel bootjes met een wegdek erover. Hij werd met de hand om een draaipaal naar de kant gezwierd. Inmiddels is de laatste opgedoekt. Voor de voorloper van onze bruggen moet je tegenwoordig naar een museum. Of naar verre landen. We horen dat onze Pygmeevrienden bezig zijn een brug te bouwen. Aan de oever van de rivier zijn tonnen materiaal verzameld. De stengels worden aan elkaar geknoopt tot ze lang genoeg zijn om de rivier te overspannen. We vragen ons af hoe deze kleine mensen de eerste kabel over de rivier denken te krijgen. Ze hebben de grootste over de rivier hangende boom uitgezocht. Bedrijvig klimmen ze naar de top van deze zeker 60 meter hoge reus die veel te dik is om te omklemmen. In het uiterste topje maken ze aan een tak die tot aan het midden van de rivier uitsteekt een kabel vast die bijna tot in het water komt te hangen. De kabel wordt zorgvuldig vastgemaakt. Daar komt niks van terecht, zegt hij. Let op mijn woorden, ze willen wel niet luisteren, maar toch komt er niks van terecht. Hij haalde het niet. De kabel is te kort. Heb ik het niet gezegd? Ze wilden niet naar me luisteren. Wanneer bouw je een brug? Nou, niet als er een vijand aan de overkant woont. Die gaat maar zwemmen. Nee, bruggen bouw je voor je vrienden. Een brug slaan is gek genoeg net zoiets als liefde voor de mensen. En dat is nou het mooie van een brug. Je kan er overheen en dat het toch tegelijkertijd ook een symbool is. Nou ja, dat begrijpt u. Dat beviel de eerste bruggenbouwer wel. Dus die dacht, weet je wat, we bouwen er nog een brug bij. En toen hij eenmaal de smaak te pakken had, dacht hij van nou, dan nog maar eentje en nog maar weer eentje. En zo ontstaat vanzelf een mooie stad. Want een stad, dat is natuurlijk een hoop huizen. Maar een mooie stad, dat is een zootje bruggen. En wat doen de mensen in hun mooie stad? Die gaan bruggetje spelen. Die gaan bridgen. Dan heb je ook weer een vriendje aan de andere kant waarmee je samen moet werken. Heel leuk. En heel leerzaam. Want als er iets is waar je ruzie van krijgt, dan is het wel van samenwerking. Daar gaan ze weer. Ze zeggen Dio, Dio, hoger, hoger. Toen ze hem loslieten, stond de kabel praktisch horizontaal. Alsjeblieft, als je naar me had geluisterd, was het de eerste keer al gelukt. Eindelijk had hij zich bevrijd. De kabel wordt nu zorgvuldig vastgemaakt. De eerste man en de eerste kabel zijn aan de overkant. Als waterland is Nederland ook een echt bruggenland. Eerst bouwden ze die bruggen voor de trein, later voor de auto's. Slijten deden ze nauwelijks en toch zijn er al heel wat opgedoekt, omdat ze te klein zijn voor het moderne verkeer. Maar de mooiste blijven bewaard in 3 dikke boeken. Vroeger kwam je vaak te laat, maar dat gaf niks, want dan was de brug open. Daar kon je niks aan doen. Maar tegenwoordig,
is het geen vroeger meer. Tegenwoordig hebben de mensen auto's en auto's die hebben haast. En haast is dat je niet te laat wil komen, dus dat wil je zeker niet wachten voor een open brug. En daar hebben ze het volgende op gevonden. Ze bouwen tegenwoordig bruggen die helemaal niet meer open kunnen. Bruggen zo hoog dat de allerhoogste boot er doorheen kan. Nou, daar komen de auto's natuurlijk van alle kanten op af. Die willen allemaal wel over zo'n mooie brug. Met het gevolg dat de files niet meer voor de brug staan, maar op de brug. De kleine man die in de top van de boom wachtte gaat direct naar de overkant. Alle kabels worden in het begin zo overgebracht. Eerst klimmen ze naar de top van de 60 meter hoge boom en dan gaan ze slingerend als apen langs de sterk hellende kabels. En dat alles hoog boven een rivier waar de dood geduldig wacht. Moderne bruggen hangen hoog boven het water aan lianen van staal. Met moderne materialen is bijna alles mogelijk. Je hoeft geen ingenieur meer te zijn. Kunstenaars nemen het ontwerpen over en gaan strijken met de eer. Dat was een eeuw geleden wel even anders. De functie bepaalde de vorm. Het mooi kreeg je gewoon cadeau. Een eeuw later hoef je dat allemaal alleen nog maar te restaureren. Maar dan moet je wel eerst alle ontwerpers doodslaan. Het is allemaal wat lomper geworden. Het sierlijke van die 19e-eeuwse constructies, dat is er niet meer. Maar dat heeft gewoon weer economische overwegingen. Vroeger was materiaal duur en arbeid was heel goedkoop. Dus wat deed je? Materiaal uitsparen. Dus dan kreeg je van die fijnmazige constructies. En zo langzamerhand zijn de lonen omhoog gegaan. Is het materiaal goedkoper geworden, verhoudingsgewijs. En heeft men gezegd, nou, wij maken nu constructies waarin best veel materiaal mag zitten. Maar we besparen op arbeid. Een groot deel van al dat materiaal is onzichtbaar. In enorme kelders verborgen. Dit moet de brug als bij een wip in evenwicht houden. Maar dat evenwicht is wankel. Bij regen en wind moet er een hoop extra worden getild. Om een brug open te krijgen is tegenwoordig veel meer kracht nodig dan in de hoogtijdagen van de ingenieurs. Moderne bruggen, die deugen niet. Moderne bruggen, die worden helemaal opgetild. Dat hele gewicht, dat moet omhoog. Zo gek waren ze vroeger niet. Vroeger hadden ze draaibruggen. Die draaiden over hun hele lengte. En die gingen helemaal niet omhoog. Dus je hoefde helemaal niks te tillen. En ze waren nog twee keer zo breed ook. Dus je had een twee keer zo brede doorvaartopening. Het enige probleem is dat zo'n brug aan de uiteinde een beetje door begint te zakken. En dan krijg je hem dus nooit meer los van de kant om hem te kunnen draaien. En daar hebben ze in de 19e eeuw hele mooie mechaniekjes voor bedacht. Tot de grote uitvindingen van onze eeuw behoort behalve de magnetron toch vooral ook het kindveilige draaidopje. Daar is een vernuft in gestoken. Maar nog meer vernuft heb je nodig om het colleren ding daadwerkelijk open te krijgen. Want hij moet eerst in deze richting en daarna pas in horizontale richting draaien. En ja, dat verzint geen mens natuurlijk. Behalve de ingenieurs uit de 19e eeuw bij de uitvinding van de draaibrug. Want wat bent u hier aan het doen? Ik ben aan het opzetwerk en aan het afdraaien. Dat die brug vrij komt te liggen. Het opzetwerk? Het opzetwerk draai ik nou vrij. Van de laandhoofden en dan komt de brug vrij te liggen. Dit wordt echt gedraaid. Nou, ik durf het nauwelijks te vragen, maar... U mag van mij. Zou u mijn, mijn jongensdroom... Ja. Ja, dat wil ik wel in vervulling laten gaan. Daar gaat hij. Oh. Dat is toch niet te geloven?
Dit is een brug. Die weegt tonnen en tonnen en tonnen. Dat je dat zomaar gewoon even met de hand kan draaien. Sommige jongensdromen zijn vermoeiender dan sommige andere jongensdromen. Je draait hem met een sleutel. En die sleutel, je ziet ze wel eens op die gewone bruggen, dan draaide je zo rond. En mijn collega heeft het meegemaakt, die is door zo'n sleutel gegrepen. Dan wil je hem tegenhouden, maar ja, wat is een mensenkracht tegenover de natuur als die wind die brug pakt? En mijn collega die wilde hem toen tegenhouden en dan loop je een beetje achteruit en die sleutel greep hem toen in zijn broekzak. En die was toen aardig toegetakeld. Het was gebeurd dat hier de plaatselijke brandweer, die moest hem nat maken, anders konden wij die brug niet meer open of dicht krijgen. Dan had hij zo vast uitgezet dat de brandweer moest komen om te besproeien. Om hem weer op temperatuur te krijgen, dat hij weer als slagen van elkaar ging. Ja. Op beide oevers worden lange ladders gebouwd die een 20 meter hoog naar de vork in de boom leiden waar de brug is verankerd. De brug begint nu vorm te krijgen. Hij wordt zo hoog boven de rivier aangebracht omdat hij door de voortdurende wisseling van hete zonneschijn en verschrikkelijke regenbuien snel verzakt. Of liever uitrekt en doorzakt, een meter of zes per jaar. En wanneer hij eenmaal is verzakt, zien de pygmeeën geen kans om weer op te halen. Het zaakje weegt vele tonnen. Zodra de brug het water raakt, zal hij binnen korte tijd verrot en verloren zijn. Voor deze kleine primitieve mensen is de bouwen van een ongelooflijk knappe bouwkundige prestatie. Is dat deze op waterleidingdruk werkt, dus waterkracht. En het mooie daarvan was dat men dat net toen deze bruggen gebouwd werd ter beschikking had. In die tijd werden ook de waterleidingstelsels gebouwd. Het water komt daar binnen en daar kan je zien hoe hoog de druk is. Dan komt het via deze leiding, dit blok, naar de cilinder toe. Hier drukt hij hem omhoog en dan trekt hij de brug weer terug. Nou weegt die brug 100.000 kilo en dat zou een geweldige klap geven. Dan zou die brug zonder problemen iets kapot maken. Vandaar dat er op diezelfde as een stuk gietstaal zit, dat heet een slakkenhuis. En dat dient ervoor om die brug af te remmen op het eind. Dan laat hij dus net de tanden los en dan gaat hij dus daarna in dat remmechanisme lopen. Dat remmechanisme pakt een pen en schroeft zichzelf heel langzaam op naar boven. En dan komt de brug uiteindelijk tot stilstand, zonder een klap, want je hoort niets. Dit soort bruggen kreeg eerst wel een klap. En dat moest dan door een brugwachter voorzichtig bijgeregeld worden met een schakelaar of een weerstandbank. En die man vergiste zich wel eens en had je toch nog een klap. De oude brug werd in 1940 ten gevolge van een cycloon vernield. De wind ontwikkelde een dergelijke kracht dat het grote, uit beton en staal geconstrueerde gevaarte heen en weer zwiepte als gold het een tak van een boom. Bruggen bouwen, daar is geen kunst aan. Reeds de oude Romeinen, ja, wie anders, die konden het al. Die bouwden bruggen van kilometers lang. En dat was maar goed ook, want zonder Romeinen waren er geen bruggen geweest. Maar zonder bruggen waren er geen Romeinen geweest. Want Rome was afhankelijk van die dingen.
Dus gelukkig wisten die Romeinen hoe je bruggen bouwen moet. Niet zoals ieder kind dat zou doen, recht. Want als je er dan in het midden overheen loopt, ja, dan buigt die door. Totdat die breekt. Nee, die Romeinen, die hadden hun bruggen al gebogen, maar dan de andere kant op. En bij zo'n boog wordt die kracht niet gebruikt om de boel stuk te drukken, maar die gaat om een hoekje. Die houdt die pijlers juist vast, dus zo'n boogbrug, die kan nooit stuk. Nou ja, nooit. Alleen, één foutje hebben die Romeinen wel gemaakt. En dat kun je nu, na al die eeuwen, nog steeds zien. Kijk nou eens naar zo'n brug. Wat zie je? Je kunt het zien dat die niet deugt, want het water dat zit boven. En het land, dat gaat er onderdoor. Zo'n brug zit gewoon verkeerd om. Zes dagen nadat de eerste kabel naar de overkant werd gebracht, is de brug vrijwel klaar. Er moet nog wel een paar meter wegdek worden aangebracht, maar de brug wordt nu al gebruikt. De mannen aan beide zijden moeten te eten hebben. Op de achtste dag ontmoeten de twee groepen bruggenbouwers elkaar in het midden. De gehele overspanning, 52 meter van boom tot boom en ook meer dan 50 meter boven het water, is gereed. Nu de brug klaar is, spelen ze ermee zoals kinderen met nieuw speelgoed. Ze kunnen nauwelijks geloven dat ze dit zelf tot stand hebben gebracht. Ingenieur Eiffel bouwde de Eiffeltoren. En dat is de malste toren die er is. Want iedereen weet wie hem gebouwd heeft, maar niemand weet waarvoor die dient. Nee, dan de Nederlandse Eiffeltoren. De hefbrug in Rotterdam. Die dient tenminste ergens voor. Daar gaan treinen, die gaan van noord naar zuid en schepen, die gaan van west naar oost. En dat is heel ingewikkeld om te maken, zo'n brug. Want die heft die moet echt als een pinkblaadje zo netjes horizontaal omhoog gaan met wieltjes en contragewichten. En dan staat zo'n brug nog naast het water, dus voor je het weet dondert hij erin. Hartstikke knap om zo'n brug te maken. Wie weet wie de hefbrug heeft gebouwd? Ingenieur Hef? Niemand die het je kan vertellen. Dat wil zeggen, misschien is er toch een sprankje hoop. Want de brug is al een paar jaar buiten bedrijf gesteld. Hij dient nergens meer voor, net als de Eiffeltoren. En dan komen we er misschien ooit achter. Ik weet het al. De Nederlandse Eiffel, die heet Joosting. Ingenieur P. Joosting. Denkt u dat een ingenieur bij tijd en wijle nog naar zijn brug gaat en daar lekker met zijn handen in zijn zakken staat te genieten van kijken hem eens omhoog gaan? Ik wil niet zeggen dat hij daar met opzet naartoe gaat, maar als hij er langskomt, dan besluipen hem dat soort gedachten. En dan denk je, ha, mooi dat ik daar ook aan mee heb gedaan. De noodbruggen die overal in Polen nog altijd herinneren aan de oorlog liepen ernstig gevaar. Met handgranaten trachten soldaten het ijs in beweging te houden. I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland. A stranger in paradise. My heart.
Thank you.